hebben er heel veel zin in allemaal. Ja. Het is water niet te koud, dank je. We hopen van niet, maar we gaan toch doorspringen hoor. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Na een eerste valse start en onder belangstelling van ouders en grootouders wagen ze dan toch de sprong. Heel koud, het was echt niet normaal. Maar eenmaal dat je erin zit, is het wel echt leuk. Als je hier 6 jaar zit, dan zie je dat wel elk jaar gebeuren. Dus het is wel leuk om dat eindelijk zelf mee te maken. Het stinkt en het smaakt niet lekker, maar het was wel lekker fris. Goeie start aan de examens. Nu er nog door. En ook enkele leerkrachten duiken het water in. Voor Bart Bernaert, leerkracht Latijn en Grieks, is het zijn afscheidsduik. Hij gaat met pensioen. Ik heb hier 51 jaar gezeten als leerling en als leraar. En dan, dan zit dat voor een stukje. Fantastisch, dat is echt goed. Om een jaar zo af te sluiten, dat is echt fenomenaal. Dat is geweldig. Een jaar met veel ups en downs, maar we hebben het beste van gemaakt. Dat is sancties. En het was gisteren, dat is echt heel leuk. Nog een kop warme soep en dan moeten de leerlingen dringend nog wat studeren. Morgen beginnen de examens.